Ja, natuurlijk Fish hier weer, samen met Remco en welkom bij Wedstrijd van de Week! En deze week is het Utrecht tegen Willem II. Twee teams die we nog niet, waar we nog niet mee gespeeld hebben, Remco. Nee. En je ziet dat Utrecht ietsje sterker dan Willem II. Het scheelt nog eens heel veel eigenlijk. Het is net op de grens dan Willem II van 3,5, zeg maar, toch? Ja. Kijk maar, want het is net ertussenin. Het is één puntje minder. We gaan lekker gewoon spelen. Ja, het is een beetje een middenmotortje, toch? Een beetje wedstrijd. Ja, weinig leuke wedstrijd. Maar dan is het gewoon leuk om ook gewoon met vroeg gespeeld. Waar het nog ergens om gaat, een beetje om de play-offs. Ja. En we hebben nog nooit met ze gespeeld. Ja, bij Utrecht gaat het eigenlijk om de play-offs. En bij Willem II gaat het eigenlijk om degradatie, denk ik, te voorkomen, toch? Ja, al doen ze het ook wel aardig goed. Ja. We gaan het zien, het is spannend. We gaan het zien. Ja, nou, in de goal gewaard. Het lijkt sprekend. Het lijkt een beetje op, toch? No. Ja, wel een beetje. Ja, wel een beetje. Je had een slechte stadion kunnen kiezen. Ja. In de goal gewaard. Die kan ik dan weer wel. Die ken ik dan weer wel. Vorige kon ik niet. Utrecht thuis is wel altijd lastig, hè? Dat is wel, ja, daar weet eigenlijk alles van. Maar het zijn de goede spelers. Hè? Ik weet niet wat ik van Willem II moet denken, jongen. Dat moet ik ervan denken. De wekelijkse afstandsschot weer geweest. Voorzet en dan. Oh! Nou, zo'n voorzetje! Hoe kun je dit tussen twee man inkoppen? Omdat ik gewoon goed pro ben. Andersen. Oh! Dat ik gewoon door kunnen lopen, denk ik. Oh! Daar is hij. Wat een slecht schot. Helemaal niet lang ingedrukt. En gewoon een secondetje of anderhalf. Ah, jongens. Mooi voorzetten. Oei! Ja, ah, keeper! En jouw keeper komt wel steeds goed uit. Zo. Echt lucht. Oh, ja. Hé? Nu pas! Ah, kom op. Nou, dat vind ik wel echt irritant aan FIFA 16. Veel te laat met die fluitjes. Misschien was je onzeker. Maar vier man op... dichtbij. Oh, ik dacht even dat hij door ging schoten naar... Hij heeft een sterk schot in de been. Oh, hij kijkt het naar. Zag je dat? Geeft hij al aan wat hij zelf van de schot vond. No problemo. Keepertje. Oeh! Ik zie hem zo echt erin knallen hoor. Gewoon klaar. Dat was het even klaar geweest. Met hem moet je gewoon gaan rennen, joh. De zaag is super snel. Waarom kan je nooit meer... Oh! Waarom kan je nooit... Oh! Nooit meer die opening. Jongen, dat was gecontroleerd. Ah, oh, come on! Dit was iets minder gecontroleerd. Hé, hey, scheids! Hoe krijg je met één? Ah, kom op, scheids! Lekker! Oeh! Kom op, wissel dan sneller. Nee, druitentje! Oh. Ah, wat een kutbal! Sloeg helemaal nergens op, hè? Ik hou hem gewoon in, maar ja, het zal wel. Het is wel verkeerde been. Ja, dat zou kunnen. Hij komt nu op een afstand. Oh, rolletje. Kom op, hé. Ik van Haller wel iets waar. Zoals rennen. Kom op. Jongen, dat was een weggevertje, zeg. En dat oh, dit wow, wat valt hier uit, zag je dat? Zo, dat is nog even een natrapje, hoor. Dat is gewoon nog even. 0-0. Nou, even kijken naar de statistieken, want het was een beetje... Nou. Saaie wedstrijd, 3-3 omschoten. Allebei schot op doel. Jij hebt wel iets meer ballen zitten. Oké, okay, oké. Okay. Je hebt iets meer tackles. Staat goed. Staat het van huis. Spektakel gaat de tweede helft opbrengen. Hè? Wat doet men? Is controle wel of niet? Ja, ja, wel, maar zag je niet wat raar? Nee, ik zag het niet. Oh! Nou, nah, jongens. Dat was natuurlijk niet voor hem bedoeld. Even gewoon, ja... Vrouwen, kinderen, maar eerst. Oh, hij komt wel aan bijna. Kom op, die is voor jou. Hé! Hey! Nou, schijt. De bal. Vrije trap. Snel genomen. Zo, snel in. Nee! Oh, heel slecht. Heel slecht. Waaah! Willem II, kom op nou. Dat is echt Willem II. Dat kan niet anders, toch? Dat slaat helemaal nergens op. Ja, het komt op. Jezus, mensen. Zo'n schot is toch helemaal niks. Barcelona tiki-taki. Kut! Oh, oh. Yes. Ja, en nu? Nee!
goal! Niet zo'n goal! Jezus, mensen. Ik krijg toch altijd van die goals tegen. Ja, maar ja. Kijk. Van de Marel! Oh, ik telde hem al bijna. Oké, kom op. Wat een kans! Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Met een hand. Come on! Beland bij een verdediger. Goeie voorzet. Ik moet even. Nou, kom op nou! Hou kan dan de bal onder controle! Ja. Jongen. Hij is een half uur bezig ermee. Geen buitenspel. Kijk! Wat een slecht schot. Oh, come on! Want ik had een kans daar hoor. Maar het probleem is gewoon dat die bal komt niet onder controle. Zo irritant dit. Geen Barcelona. Net niet hoor. Met respect voor Willem II dan. Maar... Aller! Oh my god. Jongen, kom maar nou even niet. Ah nee! Buitenspel? Buitenspel. Kut, ik zag het helemaal niet. Hoezo is het buitenspel? Ja, laat het me niet zien. Ik twijfel. We hebben mijn spelers even EA's. Nu doen. Come on! Nou, kom op nou! Kiepertje, hij weet dat ze handen mag gebruiken. Kan dat worden? Op de dreef. Kom op nou! Oh, wat is dit voor bal? Wat is dit voor bal? Dit is voor de paas. Ah, come on! Rennen. Oh, nee. Natuurlijk, ja, keeper weer precies op tijd. Kom op! Dus ja, kom op! Kom op! Bij het spel! Ah, jongens! Oh! Ik dacht, ik kap hem nog even uit, maar dat lukt niet. Dan weten ze zeker dat ze... Ja, oh. Dan proef toch heel klein, dat gaat wel van mij. Oh, ik wil het slijden. Ja, af. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 1-0. Hij had wel meer schoten, ja, uiteindelijk, maar... In het begin was het wel gelijk, maar ja. Ik moet natuurlijk wel open huis, hè, speelde ik op het einde. Oh, ja. Maar ja, oké. Nou, vind je het toch leuk? Volgende week weer een nieuwe wedstrijd. Tot de volgende keer later. Bye bye.